Goedendag mensen. Daar ben we weer mensen. Hoe is het met Gibriel Sanko? Gibriel, hoe is het met Gibriel? Het gaat goed met mij. En ja, in deze omstandigheden met alles overal in de wereld met corona, maar voor de rest gaat het wel goed. Hartstikke mooi. Ja, zeker. Gibriel mensen. Gibriel die komt uit de Sierra Leone. Was 16, 17 jaar. En Gibriel Sanko was een geworden kanon in de rebellenleider door in Sierra Leone. Had ook Sanko. Dus Gibriel, je moest er vandoor, kerel. Ja, je moest even vandoor. Omdat in mijn land, je zit gewoon echt in een moeilijke tijd. Met oorlog. En dan, ja. Je moet gewoon even vluchten voor je leven. En ik heb die kans en de geluk gehad dat ik gewoon in een goede land ben terechtgekomen. Hey Gibriel, je gaat helemaal alleen op de boot, een maand op de boot zitten, die mensen. Dan kom je met een bootje van Afrika naar Nederland, een maand. Dan word je al gevormd. Dan heb je dan op dat moment al karakter, hè Gibriel? Ja, zeker. Dat is mij zeker gevormd hoe ik ben als mens. En wat ik heb allemaal gewoon in het leven gewoon kunnen bereiken. Dus, ben je zeker gevormd, ja. En op een gegeven moment komt in bij Telstar terecht, mensen. Door geen voetbal. Dan heb je eerst met amateurs in Beter Verwijk en zo. En dan mag je naar Telstar, Gibriel. Ja, Stormvos Telstar was mijn eerste profclub in Nederland. Maar mooie witte pakjes, geweldig. Ja, ik heb niet zo lang daar kunnen spelen. Maar ik heb de kans gekregen om bij FC Groningen te voetballen. Een fantastische club in Nederland, dus daar ben ik blij mee. Ja, maar hij heeft een half jaar bij Telstar zijn mensen. En dan komt Roy Jans even kijken, hè. Roy Jans, onze trainer van Grun, die komt even kijken bij Telstar. Maar nee, dat clubje die man we hebben. Zo ging het toch, wel, Gibriel? Ja, er zijn bepaalde mensen die schouten voor Groningen in de tijd. En ook Roy Jans als trainer, die komt af en toe wel kijken. En die heeft mij de kans gegeven, die vertrouwen in mij, wat ik kunde. En wat hij kan, en die heeft mij gehaald van Telstar. Mooi man, iedereen in totaal, ja, 5,5, 6 jaar heb je hier bij je. Wat ben de hoogtepunt bij FC Groningen, Gibriel? Vertel! Ja, die hoogtepunten zijn altijd gewoon bij FC Groningen, in mijn tijd bij FC Groningen, dat je gewoon die play-offs heb gehaald en ook die play-offs kunnen winnen. En dan Europees voetbal natuurlijk. Dat leeft gewoon hier. Dus dat was de mooiste tijd voor mij in mijn carrière. Fiorentina! Ja, zeker. Dat is een van de mooiste wedstrijden. Die gaat nooit meer weg bij de fans hier. En ook bij de mensen die steunen Groningen. Fiorentina-wedstrijd was een hele bijzondere wedstrijd voor iedereen die Groningen waar maar aan toe draagt. Zeker. En Gibriel, en ook een knal, hè? Weet je nog, die knal. Hij had 180 wedstrijden voor FC Groningen voetbal ongeveer. 6 seizoen ongeveer. En ook 1 keer gescoord, mensen. Wat was dat voor een doelpunt, Gibriel? Vertel, jongen. Ja, dat was een play-offs wedstrijd. We speelden tegen Feyenoord hier thuis. En in de tweede helft kijk ik de bal ongeveer in de middencirkel. Net over de midline, Gibriel. Ja. Net over de midline, jongen. En daarna dribbel ik en dan haal ik uit. Ik denk dat gewoon 25, 30 meter. Ja, en, wel. Was wel een mooi doelpunt en toen hebben we de wedstrijd gewonnen 2-1 en dan wij zijn verder gekomen tegen Feyenoord. En Danny Buijs, die deed toen ook mee, hè? Danny Buijs heel mee, hè, bij Feyenoord. Ja. Dat was de eerste wedstrijd hier. Ja, was wel grappig. De dag van tevoren heb ik met Danny aan de telefoon gehad en hij maakt een flauwe grapje, laat hem komen schieten als die Sanko die bal hebben. Dus ja, na die wedstrijd was er ongeloof bij hem en kijkt hij naar mij toe. Ja, maar Danny Buijs die is een strijder, dus overal waar hij gaat er voel voor. En ik ben blij dat zo'n jongen de kans heeft gekregen om trainer te worden bij FC Groningen. Top, zeker. En wat is jouw beste speler? Wat is de beste speler waar jij mee hebt samengevoetbald bij FC Groningen, Gibriel? Ja, maar ik heb veel beste spelers. Maar ik heb gewoon als een team, wij hebben gewoon altijd gestrijden en werken voor elkaar. Ja. Maar ik kan gewoon een paar noemen, zoals Erik Nefland. Daar ben je wel heel vol van, hè, Erik Nefland. Een geweldige naar, hè? Ja, Erik Nefland, Suarez, Danny Buijs. Die hebben allemaal gewoon echt top kunnen bereiken. Gewoon met FC Groningen. En ik vind het gewoon mooi om met zulke spelers op het veld te staan. En om elke dag te trainen. En me gewoon die kleedkamer te delen. En Erik Nefland natuurlijk is een voorbeeld van keihard werken, van spits. Wat moet je hebben bij een club? En heeft hij gewoon echt goed gedaan bij FC. Top. En dan na de 6 jaar, dan komt Duitsland, FC Augsburg. Hoe komt dat zo vanzelf, jongen? Heb je een zaakwaarnemer die dan voor jou aan het rondkijken is, Gibriel? Ja, maar ik heb mijn zaakwaarnemer en FC Augsburg die hadden al interesse. En toen in 2010 was de tijd daarvoor en
ging transfervrij naar FC Augsburg. Lekker tweede liga, tweede Bundesliga. En ook direct promoveren, Gibril. Ja, die eerste jaar ging ik gelijk promoveren. Samen met ATA BSC, ATA Berlin. En daarna heb ik gewoon twee mooie jaar gehad bij FC Augsburg in de Bundesliga. En dan gaan we naar China, want we kunnen nog veel verder. We gaan naar China. Hoe kom je zo in China? Ja, met vliegtuig. Maar hoe kom je daar zo verzeild dan, Gibril, jongen? Ja, als je weet, zoals wat ik had al gezegd, in de wereld loopt al veel zaakwaarnemers rond. En ik heb contact met mijn eigen zaakwaarnemer. En dat was gewoon de Chinese dealer, gewoon snel afgerond. En dan hebben we twee jaar gevoetbald, komt de een weer terug. Hij is niet meer op test geweest bij FC Groningen en dan heb je Zwolle. En heeft een half jaar bij Rode JC gevoetbald. En dan nog een weer naar China mensen. En ook aanvoerder. Ja, ik ben daar terug naar China gegaan en ik was aanvoerder voor de ploeg. Mijn eerste jaar in China ook, de laatste twee jaar was ik ook aanvoerder. En deze laatste twee jaar ook bij die andere Chinese club was ik aanvoerder. En dat gewoon een voorbeeld gewoon geven naar die andere jongens wat je in de elftal en gewoon om begeleiden. Gewoon de manier van omgaan met die jongens, dat heb ik allemaal geleerd voor mijn carrière. Dus dat was wel een mooie tijd in China. Fantastisch man. Dan kom je weer terug. Heb je de trainersdiploma's heb je nu gehaald dan, Gibril? Je bent nog jeugdtrainer geweest bij FC Groningen samen met Van Gessel en Matthijs ook nog. En nu, wat doet Gibril? Mensen, ook ben bijna vergeten. Hij heeft ook voor het nationale elftal gevoetbald van Sierra Leone. Dus dat is ook iets een hoogtepunt, niet Gibril? Ja, maar dat heb ik gedaan. Daar heb ik alleen maar drie wedstrijden gespeeld. Maar die vorming en die organisatie, dat viel mij niet zo erg. Dus ik heb ook gewoon achter mij gelaten. Maar ik ben blij toch dat ik heb gewoon drie wedstrijden voor hem gespeeld. Dat zou gewoon altijd blijven bij de mensen van Sierra Leone. Dat ik toch voor die land gespeeld heb. En ik ben bij FC Groningen twee jeugdtrainer geweest bij onder 17 assistent. De eerste jaren begon ik met Sander van Gessel en daarna na 11 jaar was hij gewoon gepromoveerd naar de eerste. Kampioen gewoon? Nee, ook kampioen gewoon met het jeugdteam? Ja, zeker. Ik heb samen de laatste 11 jaar met Paul Matthijs gedaan en we zijn kampioen geworden de eerste jaren. En heb ik nog een jaar bij FC Groningen gezeten. Ik ben blij gewoon dat de club mij de kans gegeven om een gebied van voor mijn carrière als trainer, gewoon om die jongens samen mee te werken, om ook ervaring mee te delen met die jongens. En dat heb ik gedaan met alle plezier. En nou dan, wat doen we op dit moment, Gibril? Een eigen sokkerschool, een eigen voetbalschool, of niet? Ja, ik heb nu mijn eigen voetbalschool in Assen. En daar ben ik blij mee om met de kindjes hele week op het veld te staan. En nu doe ik ook met zoals dat mij. Dat is wel geweldig wat je nu doet, hè? Ook met die asielzoekerskinderen, hè? Waar je nu mee aan het werk bent. Ja, zeker. Ik werk met die jongens die allemaal moeilijk hebben in de maatschappij. Ik ben zelf op dat wekkende traject geleefd. En, dus ik kan gewoon uit ervaring meegeven wat ik heb allemaal meegemaakt. En die jongens die luisteren graag en die pakken goed op. En dat is mooi. Mensen, het gaat hartstikke gauw met Gibril. Gibril, hartstikke leuk dat we met elkaar gesproken hebben. Mensen, dat is waar je mee met die mensen. Gibril, jee, beste mensen, tot alle keer. Dankjewel Gibril. Haha.